In deze video gaan we weer kijken naar mijn passieve inkomen, dat van vorige maand, oktober 2019. Zoals jullie misschien wel weten, maak ik elke maand een update hiervan. En in de vorige video had ik een bruto inkomen van die maand van 10.000 euro. Nou, dat bleek wel een uitschieter te zijn. De afgelopen maand, dus oktober, was weer een stuk minder. En in deze video wil ik laten zien van waar zitten de verschillen, zijn ze te verklaren en gaan we dus weer een kijkje geven op mijn passieve en wisselende inkomen dus. Dus laten we snel beginnen. Leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video. Like deze video als het je een leuke video vindt en meer van dit soort video's wilt zien. En abonneer je hieronder op het kanaal als je nooit meer een video wilt missen. Maar voordat we dus gaan kijken naar mijn passieve inkomen, eerst even een korte terugblik naar vorige maand. Want toen had ik 7151 euro aan passief inkomen. Nou, samen met mijn eigen salaris van 2700 was dat net geen 10.000 euro in die maand. En zoals ik al in de introductie zei, dat was wel echt een uitschieter. Want dat was weer in één keer een toename van 55% ten opzichte van de maand ervoor. Toen ik geloof ik 4600 euro passief inkomen had. Natuurlijk blijft mijn salaris telkens hetzelfde. Maar het was dus echt wel een uitschieter. En dat bevestigt eigenlijk afgelopen maand ook wel weer. Aangezien we in één keer een stuk terugvallen. En zoals altijd gaan we ook in deze video weer alle onderwerpen af. Waaruit bestaat mijn passieve inkomen? En hoeveel is het veranderd ten opzichte van de maand ervoor? Zijn er verklaringen voor? Zijn er dingen die jij misschien kunt leren hiervan? Dus laten we ten eerste beginnen met YouTube. En dat was afgelopen maand 300,45 euro. En dat is maar een kleine stijging ten opzichte van de maand ervoor, toen het dus ongeveer 290 euro was. Dus eigenlijk een stijging van 3%. Nou, hoe kan dat nou? Want meestal groeit mijn kanaal best wel hard. En dat is ook juist de afgelopen maand niet gebeurd. Abonnees heb ik er genoeg bij gekregen. Alleen de aantal views en de kijktijd in minuten, die was zelfs afgenomen ten opzichte van de maand ervoor. Nou, dat heeft er onder andere denk ik mee te maken wel dat in die maand ervoor ik een hele grote uitschieter had. Ja, redelijk populaire video. Dat scheelt natuurlijk al veel views en kijktijd. Maar ook toen had ik meer populaire onderwerpen. Onderwerpen die graag worden bekeken, waar mensen ook langer naar blijven kijken. En ik kan natuurlijk niet elke maand alleen maar die leuke onderwerpen doen. Ik zal ook af en toe andere onderwerpen moeten behandelen die niet altijd interessant zijn voor iedereen op het kanaal. Maar het zijn dus wel onderwerpen die juist voor een bepaalde groep van ons kanaal interessant is. En ook dat soort onderwerpen zal ik gewoon behandelen. Het levert misschien niet zoveel geld op als andere video's, maar ik vind het zeker wel belangrijk om dit soort video's te maken, omdat ik gewoon een heel breed bestand eigenlijk wil hebben van heel veel video's. En dat als mensen bepaalde vragen hebben, dat ze altijd wel een antwoord kunnen vinden op mijn kanaal. Ik behandel natuurlijk YouTube altijd apart als passief inkomen, omdat dit echt het hoofdkanaal is. De gedachte achter al mijn video's zijn eigenlijk begonnen dus met een YouTube kanaal. En langzaamaan heb ik dat uitgebreid. Nou, de rest doe ik onder de andere categorie van passief inkomen. En daar valt onder andere Peaks in. Een van de brokers, beleggers die ik aanraad. Meer informatie vind je trouwens onder deze video over Peaks. En ook de review die ik heb gemaakt. Dat was afgelopen maand verdiende ik 80 euro daarmee. Mensen die zijn eigen aanmelden en gebruik maken van mijn code, die krijgen 5 euro tegoed. En omdat ik die mensen aanmeld, krijg ik ook 5 euro tegoed. Dus de afgelopen maand hebben 16 mensen gebruik gemaakt van die code. 16 keer 5 is 80 euro, zoals gezegd. Afgelopen maand had ik 55 euro, dus dat was wel een mooie toename. Maar gaan we bijvoorbeeld kijken 2 maanden geleden. Toen had ik juist de video uitgebracht over Peaks. En toen was trouwens ook de bonusregeling nog een stuk beter. Toen verdiende ik meer dan 400 euro in die maand aan Peaks. Nou, inmiddels zijn dus die bonussen eraf. En ook de meeste mensen die er gebruik van willen maken, hebben inmiddels Peaks. Maar je zult nog steeds zien dat mensen nog steeds op zoek zijn naar informatie, mijn video tegenkomen en die code gebruiken. Dus ook 2 maanden later, die video heb ik al lang gemaakt en uitgebracht. Ik besteed er nu geen tijd meer aan. Zul je zien dat nog steeds mensen die video weten te vinden, dus die code gebruiken. En ik verdien er dus steeds, zoals afgelopen maand, geld mee. In dit geval dus 80 euro. Ook met Bol heb ik nog geld verdiend. Bol.com, 3,69 euro. Onder deze video staan ook een paar links naar enkele boeken die ik aanraad. Nou, ga je daarop klikken, koop je een van die boeken of kom je via die link op Bol en koop je iets anders, krijg je er een klein percentage van. Zoals gezegd, afgelopen maand nog geen 4 euro, maar het is toch wel leuk meegenomen natuurlijk. Kijken we naar Buck Zero, dat was afgelopen maand 0 euro. Nou, ook dat is weer iets, vorige maand ging dat een stuk beter, maar toen had ik er een video over gemaakt. Toen kreeg ik voor iedereen die ik aanmeldde, kon ik ingeloot worden om een aandeel te krijgen. Toen had ik voor net geen 40 euro uiteindelijk aandelen gekregen. Ook met deze video, net zoals met Peaks, nog steeds, niet elke dag of zo, maar wel wekelijks melden zijn eigen nog steeds mensen aan via mijn link. Ik krijg er dus de laatste tijd niks meer voor.
Maar het is natuurlijk wel leuk om te zien dat mensen nog steeds gebruik maken van die video's die ik al eerder heb gemaakt. En eventueel zouden ze dus geld op kunnen leveren. En dan komen we aan bij de grootste categorie en die vat ik samen als affiliate marketing. En die is afgelopen maand €1480. Nou is dat natuurlijk een prachtig bedrag, net geen €1500, maar wel weer een stuk minder met de maand ervoor. Want toen was het €6754, dat is meer dan €5000 verschil. Dit is natuurlijk wel een enorm verschil, maar het is wel te verklaren, namelijk aan de hand van twee dingen. Ten eerste is de giro afgevallen als affiliate marketing. Vorige maand, eind vorige maand, viel hij al af omdat ik blijkbaar niet aan de voorwaarden voldeed. Ik had wel via een tool gebruik kunnen maken. En dus via die tool melden ze mensen zich eigen ook aan. Daar had ik dus ook alle vergoedingen heb ik daarvoor gekregen. Alleen op een gegeven moment is het stopgezet. Omdat ik nu opnieuw moet aanmelden en ze moeten mij dus goedkeuren. Dus die stroom van passief inkomen van affiliate marketing is dus weggevallen. En dan zie je dus maar hoe afhankelijk je eigenlijk bent van bepaalde dingen. Dus zorg niet dat je volledig richt bijvoorbeeld op dit van de giro, want dan had ik deze maand helemaal niks gehad. Met passief inkomen heb je gewoon onzekerheid en je moet er dus voor zorgen dat je meerdere vormen van passief inkomen hebt. Wanneer er dan eentje wegvalt, kun je altijd nog vertrouwen op de andere vormen van passief inkomen. En dan heb ik het telkens over passief inkomen, maar het liefste zou je dat bij een normaal salaris ook hebben. Je bent altijd afhankelijk van je ene salaris, het geld wat binnenkomt, maar ook dat kan wegvallen. Misschien kom je dan wel in de WW of krijg je een uitkering, noem het dan maar op. Maar probeer altijd naast je salaris, naast je gewone baan, nog een andere vorm van inkomen te hebben. Nou ben ik ook wel druk bezig met het blog, een passief inkomen en ook nog andere dingen. Om in ieder geval de site en YouTube te verbeteren in de hoop dat ik binnenkort in ieder geval door de giro wordt goedgekeurd. Laten we het hopen, want ik heb best wel veel mensen aangebracht, dus het is ook goed voor hun. Het is echt wel de doelgroep die ze zoeken. Maar ja, als dat weer gebeurt, geef ik daar wel een update van in een volgende video. Natuurlijk heb ik ook andere affiliate links onder deze video staan, onder elke video staan. Maar die zijn gewoon minder populair. Dat heeft natuurlijk mee te maken dat al veel mensen mijn kanaal volgen. En waarschijnlijk al een keer, waarschijnlijk dus vorige maand, zijn eigen ergens voor hebben aangemeld. Je kunt niet twee keer voor een programma aanmelden, dus ik kan niet nog een keer een vergoeding ontvangen. Ook was in vorige maand nog meegerekend met FlatEx, die toen een welkomstbonus hadden van €100. Dus als je je eigen aanmeldde en een aandeel kocht, misschien van €2, dan kreeg je al een welkomstbonus van €100. Natuurlijk hebben heel veel mensen zijn eigen toen ook aangemeld. Ja, daar mis je nu natuurlijk nu, want die bonus, er is nog wel een bonus, maar in één keer een stuk minder interessant. Dus dat zal ook mensen schillen die op de link klikken, waardoor ik dus minder inkomen heb. En dus heb ik eigenlijk alleen nieuwe mensen die mijn kanaal volgen, die video's tegenkomen, die misschien in zijn eigen ergens aanmelden. En juist van die mensen moet ik het dus op dit moment nog hebben van affiliate marketing. En zoals gezegd vind je al mijn aanbevelingen, brokers, producten, diensten die ik aanbeveel onder deze video terug. Daar kun je alle links klikken, kom je meteen op de goede pagina. En vaak krijg ik daar een vergoeding voor. Op die manier help je het kanaal. Maar als je goed kijkt zul je ook zien dat er bijvoorbeeld de giro nog gewoon tussen staat. Ik krijg dus geen vergoeding op dit moment voor de giro. Maar het is wel een product dat ik aanbeveel. Ook al ontvang ik er dus geen geld voor. Het is voor heel veel mensen wel echt een product wat bij hun past, wat bij mijn doelgroep past. Dus het is zeker niet zo dat ik het alleen voor het geld doe. Het zijn echt producten waar ik in geloof, die echt bij jullie passen. En of het nou geld oplevert of niet, de beste aanbevelingen vind je onder elke video zoals gezegd terug. Pakken we al deze dingen samen, dan komen we dus uit op €1864. Nou, en dat is dus een behoorlijk stuk minder, zoals gezegd meer dan €5000 minder dan op zich van vorige maand. Aan de andere kant, als dit bedrag net geen €2000 een slechte maand is, nou mag ik zeker wel tevreden zijn, denk ik. Dus laten we gewoon proberen om dit bedrag de komende tijd weer gewoon op te bouwen. Kijken of ik bepaalde dingen anders kan doen. Nieuwe mensen kan bereiken. Noem het allemaal maar op. In ieder geval goede content maken. Dan komt de rest vaak vanzelf wel. En wat ik behalve mijn passieve inkomen ook vaak bespreek is zijn mijn uitgaven. Hoe ga ik het geld dat ik heb verdiend weer uitgeven? Zoals jullie weten probeer ik ongeveer de helft van mijn inkomen daarvan gewoon weer te investeren. De andere helft zet ik apart voor wat investeringen in apparatuur of dat soort dingen, of belasting in dat geval. Ik zou dus nu kunnen vertellen hoe ik die 50% van die €1900 bijna zou gaan investeren. Maar ten eerste heb ik het geld nog niet, dus dan moet ik nog een maand op wachten. En het geld van vorige maand heb ik al geïnvesteerd en dat zou ik normaal dus nu vertellen. Maar dat ga ik nu in de komende video doen, van aanstaande maandag. Want in die video ga ik dan juist weer kijken naar mijn portfolio. Welke aandelen heb ik? En ik heb dat laatst al gedaan qua rendementen, maar nu gewoon de inhoud en hoeveel zijn ze waard. En zeker dan op zitten van vorig jaar, want vorig jaar rond deze tijd had ik ook een video gemaakt waarin mijn portfolio van toen €20000 stond. Daar kon je dus alles zien hoe het was. En daar ga ik in ieder geval nu, een jaar later, een update van geven. Dus lijkt dat je een leuke video. Wil je daar meer over zien en hem zeker niet missen,
Zorg dan dat je geabonneerd bent op dit kanaal natuurlijk. Dan mis je hem zeker niet. Zoals gezegd, aanstaande maandag. En dan komen we aan bij het laatste stukje van deze video. En dat zijn de verwachtingen of de planning die ik heb. Nou, natuurlijk probeer ik de komende maanden te verbeteren. Maar als ik het vol zou kunnen houden, zou dat al perfect zijn. Zoals gezegd, het is misschien een stuk minder dan vorige maand. Maar bijna 1900 euro bijverdienen. Ja, wie wil dat nou niet? Het is natuurlijk echt wel gewoon een leuk extra inkomen met dingen die ik toch al zou doen. Ik heb ook lange tijd niks verdiend en ben gewoon doorgegaan. Dus dat ik het nu wel verdien, ga ik gewoon zeker nog mee door. En heb misschien wel nieuwe ideeën. Allemaal dingen die het kanaal natuurlijk en de website natuurlijk beter kunnen maken. Zoals gezegd ben ik ook druk bezig met blogs weer schrijven. Zoals gezegd, ik focus me nu vaak nog op de YouTube video's. Maar de website is zeker een belangrijk onderdeel. Daar probeer ik steeds meer populaire video's om te zetten in tekst. Dat mensen het rustig kunnen nalezen. Ik ga dan ook nog 3 extra blogs aankoppelen. Want de bekende onderwerpen die ik hier doe zijn persoonlijke financiën, investeren en beleggen en passief inkomen. Ik probeer vanuit elk onderwerp een blog te maken met alles specifiek over dat onderwerp. Dat mensen binnen 1 website of 1 blog alle informatie die relevant daarvan is, ja, daar op 1 pagina kunnen vinden. Wanneer je dan weer persoonlijke financiën op orde hebt, ga je misschien over naar het investeren en beleggen en ga je dus door naar de volgende website. Dat link ik allemaal nog wel door. Maar ik denk wel dat het voor veel mensen duidelijk is en ook echt gericht op een nieuwe groep mensen, een nieuwe doelgroep. Mensen die geen video's kijken, maar mensen die liever lezen, die via Google iets opzoeken en juist dan op een website terechtkomen. Dus laten we hopen dat we op deze manier meer mensen kunnen bereiken met goede informatie en meer mensen dus uiteindelijk ook misschien wel mijn YouTube kanaal volgen of gewoon de websites blijven volgen. Aan het einde van de maand hebben we dan ook weer Black Friday. Altijd weer een populair onderwerp en denk dit jaar wel weer populairder dan vorig jaar. Dus daar ga ik zeker op inspelen met video's. Maar ook met affiliate links zal ik natuurlijk daarbij gebruiken. Want er komen vast wel weer aanbiedingen waar jij voordeel uit haalt. Maar waar ik misschien via affiliate links ook wel voordeel uit haal. Dat je dus het kanaal op die manier kunt steunen. Dus daar ga ik zeker nog op inspelen. Maar zoals gezegd, meer informatie zie je gedurende deze maand wel. Zowel in de vorm van video's als in blogs of social media. Ik heb nog behoorlijk wat plannen, maar ik moet even kijken of ik alle tijd kan vinden om ze allemaal uit te werken. En ook heb ik een aanbod ontvangen voor een gesponsorde video. Nou ben ik nog een beetje in twijfel of ik daarop inga. Ik heb het laatst toevallig al een keer in onze Discord chat gevraagd. Dan zeggen mensen, ja, als je maar eerlijk over bent. Aan de andere kant denk ik, het is nog maar een kleine vergoeding. Het valt eigenlijk allemaal wel mee. Moet ik dan die vergoeding pakken? Want ook al ben ik dan eerlijk terwijl ik gesponsord ben. Ik kan misschien wel dezelfde informatie geven terwijl een video niet gesponsord is. En komt het dan betrouwbaarder over? Ja, dat weet ik niet. In beide gevallen zou ik gewoon echt zeggen wat ik denk. Hoe ik er echt over denk. En ben ik dus niet verplicht om dingen te zeggen. Maar ja, ik heb het gevoel als je gesponsord wordt dat het er altijd een beetje, ja, ook al meld je het netjes, het is toch altijd anders. Dus mocht je daar een mening over hebben of tips, laat in ieder geval weten onder deze video. Dan lees ik daar nog even over en neem ik het misschien wel mee in mijn beslissing om wel of geen gesponsorde video te doen. Aan de andere kant is het natuurlijk wel leuk. Doe je weer ervaring op. Die ervaring kan ik natuurlijk wel met jullie delen. Dus ja, ik zit een beetje in dubio. Laat me dus vooral weten hoe jij daarover denkt. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze video. Bedankt voor het kijken. Vond je het een leuke en interessante video? Geef even een duimpje omhoog. Heb je nog vragen of opmerkingen naar aanleiding van deze video? Reageer dan onder deze video natuurlijk in de reacties. En ben je nog steeds aan het kijken, maar je bent nog geen lid van het kanaal? Zoals gezegd, abonneer je nu op deze video. Dan krijg je elke week weer 2 video's over persoonlijke financiën, investeren en beleggen of passief inkomen. En als abonnee zie je hem automatisch verschijnen of krijg je een melding wanneer je op het belicoontje klikt. Dus dan mis je nooit meer een video en zie ik je graag in de volgende video weer terug.